Hoi, ik wil je gaan laten zien hoe je met Qt Creator resources gebruikt. En resources, dat zijn dus plaatjes, geluid, fonts, alles wat je nodig hebt aan bestanden in een game. En ik ga je dat laten zien. Ik begin helemaal vanaf niks. Dus we maken een Qt Widgets application. We noemen hem zoals hij genoemd wordt. Ja, dat is goed. Hier kunnen we QMainWindow pakken. Ik vind de QDialog fijner. Of we Git willen gebruiken, in dit geval niet. En nou, hier is ons programma. En als we hem runnen, doet hij niks. Dat is precies evenveel als we hebben geprogrammeerd. Nou, het volgende stap is die we gaan doen. Laten we even wachten. Kijk, dit is hem. Hij doet niks. Nu, resources toevoegen. En wat we zien op de vorm is als we een plaatje toe willen voegen, dan hebben we een label nodig. En een label staat hier. Sleep er doorheen. En een label heeft een ding. Het wordt een pixmap genoemd. Even wat groter. Pixmap. Daar staat choose resource, maar die zijn er helemaal niet. Nou, dat is precies wat we nu gaan maken. We gaan naar de linkerkant, dus het project. We gaan rechterkant. Sowieso doen we altijd 7 voorbeelden. Rechtermuisknop. Oh, hier blijkbaar rechter. Het maakt echt uit waar je klikt. Dus helemaal bovenaan, rechtermuisknop. Add nieuw. Dat betekent voeg iets nieuws toe. Ga naar Qt. Qt resource file. Dat is precies wat we nodig hadden. En we noemen het onze resources. Gewoon omdat het een coole naam is. Nee. Nu hebben we al iets nieuws. Kijk, hoppa, aan de linkerkant komt dit er al bij. Nou, wat we nu gaan doen, we gaan een prefix, dat moet. Dat kun je ook gewoon weglaten, hop. Dat is een prefix, dat is een lege prefix. En dan gaan we bestand toevoegen, add files. Nou, ik heb bij downloads heb ik toevallig een belangrijk plaatje staan van een Tyrannosaurus. Hij zegt, hey beste Richel, die staat niet in de folder waar ik jij zit in te programmeren. Wil ik hem kopieer voor jou? Ja, kopiëren maar voor mij naar de folder waar jij staat. En ik heb hier mijn Tyrannosaurus. Dat is prachtig. Maar als ik nu naar mijn Pixmap toe ga, en ik wil die Tyrannosaurus daar hebben, staat hij er nog niet. Ook niet als ik op refresh druk. Wat ik moet doen, ik moet even op beeld of op run klikken. Ik vind beeld is nog slimmer, dan gaat dit programma niet runnen. Met run gaat hij beelden en dan runnen. Als ik nu naar de resource ga, ik klik de resource root, staat daar met Tyrannosaurus. Ik klik op oké. Okay. Dan maken we even wat groter, kunnen we nog zien ook. En hier is mijn prachtige Tyrannosaurus Rex. Waardoor dit een prachtig programma is geworden. Nou, ik hoop dat je door deze video beter weet hoe je een resource in Qt toe moet voegen. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!